En we zijn op weg naar onze eerste bezichtiging van het huis dat we op het oog hebben. Wat is jouw eerste reactie, Ed? En het is heel irritant voor iedereen, ook voor Ed, maar ook voor mij. Ik irriteer me echt aan alles, alle kleine dingetjes kan ik me gewoon echt kapot irriteren. Oh, je staat hier in de spiegel. Donderdag bij ons. Nee, het is vrijdag trouwens. Laat maar. Het is vrijdag vandaag. Ik kijk naar een nieuwe weekvlog. We zitten met de hele familie in de auto. En we zijn op weg naar onze eerste bezichtiging van het huis dat we op het oog hebben. Superleuk. Ik ben echt heel erg benieuwd. Omdat het best wel een beetje twee kanten op kan gaan. Altijd natuurlijk. En het eerste gevoel telt. Dus we gaan zo meteen kijken. Ik ga als eerste naar binnen. En dan blijft Ed hier bij de kindjes, want we kunnen natuurlijk niet met z'n allen naar binnen. En daarna gaat Ed. Dus we gaan het zien. Ik ben super benieuwd. En ik ga zo meteen wel even aan jullie vertellen wat we ervan vinden. Zo, ik ben binnen geweest. En Ed is nu binnen. En dan ga jullie straks even een update geven over hoe het was. Nu zit ik lekker naar het raam als die YouTube filmpjes aan het kijken van schuim dat gemaakt wordt met cola en mentos en dan een explosie veroorzaakt, et cetera. Heel interessant, dus ik ga lekker meekijken. Wat is jouw eerste reactie, Ed? Nee. Nee? Nee, ja. Ik zie daar gewoon niet zitten om zo vreselijk veel aan een woning te doen. Het is echt een oude woning. Kijk, aan de buitenkant en op foto's leek het heel wat. Maar... Ja, je moet er gewoon heel veel in geld in stoppen. Ik kan er gewoon lastig doorheen kijken als je zo'n woning van top tot teen. Dus gewoon vanaf het dak tot aan beneden gewoon volledig moet strippen. Ja. Dat is los van de wijk. Ergens twijfel ik wel, maar goed. Ergens? Ja, toch wel. Ik ben er wel over uit. Het is inmiddels 2 uur. We hebben geluncht. Ik heb heel even een uurtje nog gewerkt. En nu dacht ik ga mijn laptop dicht doen. En ik ga lekker met Ramos thee drinken en lekker kleuren en knutselen. De laatste tijd voel ik me dan soms toch een beetje schuldig of zo. Omdat we toch wel werk moeten combineren met het gezin. En dan is er niet altijd zoveel tijd eigenlijk als dat ik zou willen. Dus ik dacht, ik ga nu gewoon eerst lekker even thee drinken en knutselen gezellig. En koekjes eten, Jan. En koekjes eten. We hebben inderdaad, kijk, we hebben hele lekkere koekjes. Drie zijn voor jou en die drie zijn voor mij. Kijk, we hebben het helemaal eerlijk verdeeld. Nou, inmiddels zijn deze twee dames ook aangeschoven. En is het 4 uur. Dus ik ga hier lekker alvast een beetje voorbereiden voor het eten. Zoete aardappel, schillen. Niet schillen. Dat doe ik later als ze gekookt is. Want dan kun je het veel makkelijker eraf halen. Maar wel alvast in plakjes snijden. Ja. Ed en ik hebben vanavond date night. Dus Ed moet zo meteen weg. Die moet nog werken. En ik eet dan alleen met de kindjes. Of tenminste, ik geef hun eten, alle drie. En dan komt Ed later thuis. En dan gaan we lekker date night een keer hebben met z'n tweeën. Dus een soort van... wel gezellig eigenlijk. Hier wordt poppenkast gespeeld achter mij. Zo, het eten is gemaakt. Ik heb uiteindelijk natuurlijk de zoete aardappel gekookt. En ik heb bloemkool erbij gedaan. En een balletje erbij. Dus de dames kunnen lekker gaan eten. Met de oefening stop dan. We gaan niet in diepe beweging. We gaan het niet forceren. Dat wil ik even meegeven voor de rest. Laten we het doen, dames. Dus kom liggen op je matje. We gaan beginnen met een plank. Staan op je handen. Zo, het is hier. Weer lekker. Eén grote chaos. Het is zaterdag vandaag. Ik heb vanochtend een workout gedaan zoals je kon zien. Nu is het 12 uur. We hebben net raamvisite gehad, gezellig, voor de meisjes. En, jullie kunnen mij gewoon niet horen. We hebben net raamvisite gehad voor de meisjes en verjaardag. Heel erg leuk. En wat nog meer? Oh ja, de boodschappen zijn net geleverd. Dus die hebben we zo van half uitgepakt. Deze dierentuin hier achter mij. Die heeft honger, dus we gaan nu eten. Lekker, zaterdagmiddag lunch, altijd gezellig.
Ja. Welkom. Ed heeft een salade gemaakt met aardbeien voor ons allemaal om te delen. En nootjes zitten erin, avocado en komkommer, rucola, spinazie, kijk. Lekker. Deze hebben we dan dus niet nodig. En verder hebben we, oh ja, deze wilde ik een keer proberen. Dat zijn van die, dat is een telefoon. Vegetarische filet Amerikaan, zie ik heel vaak bij iedereen voorbij komen. Nooit geproefd. Deze zijn trouwens heel lekker, die zijn van de Plus. En dan van die, oh, water. Shit. Hallo. Zo gaat het dus de hele... Bobby. Ik hoor je wel. Je bent zo weer een stukje. En haar gezicht dan ook. Als je je afvraagt waarom wij binnenkort een soort van doof zijn, dan komt het dus door haar. Dit gaat de hele dag zo. Ik ga nu even een sopje maken. Even wat deurklinken afpoetsen en de wc's doen. De rest is al gedaan, dus dat is lekker. Dus ik hoef alleen dit te doen. Ed is met Ramos even sporten en zo. En de rondjes rijden. Die zijn even naar wat huizen kijken. Even een lichtje aan doen trouwens. Dus, ja, het is al een beetje donker. Of nou, niet donker. Het is gewoon niet zo lekker weer vandaag. Maar goed, het huis van gisteren, dat gaat hem niet worden. Want uiteindelijk moet er echt te veel aan gebeuren. En zouden we een te grote investering doen in een huis die het uiteindelijk niet waard zou zijn. Dus dat gaan we niet doen. Dus we gaan gewoon verder kijken. En we zien wel wat er op ons pad komt binnenkort. Of misschien later. Vanmiddag ben ik eigenlijk echt de hele middag bezig geweest. Een paar keer raamvisite gehad. Voor Bobby en Charlie nog. En er is iemand wat opkomen halen dat we hadden verkocht. Dus dat is nu ook lekker weg. Ja, dat was het eigenlijk gewoon, ja, dit is een beetje hoe de dag is. Ja, bij jullie zal het ongetwijfeld niet heel anders zijn. Het duurt wel echt heel lang, hè, jongens. Echt. Ik kreeg vanochtend een artikel doorgestuurd. En er stond dan in dat, ja, willen we echt, zeg maar, van deze corona, van het coronavirus af zijn, dat er dan echt een vaccin moet komen. En dat er eerder dan dat het vaccin is, dus geen... Ja, want we zijn even de deur gaan doen. Dat er eerder dan dat het vaccin is, waarschijnlijk altijd die anderhalve meter afstand moet blijven. En dat het vaccin natuurlijk, zoals iedereen weet, ook heel lang kan gaan duren. Het lijkt me best wel heftig of zo. Als je erbij na gaat denken dat het nog wel misschien een jaar kan duren voordat je weer echt in de buurt van iemand anders kan komen. Lijkt me heel moeilijk, vooral voor mensen die single zijn. Want tuurlijk, voor mij, ja, ik vind het ook heel erg dat ik mijn ouders niet kan knuffelen. Absoluut, alleen als je dus echt single bent, dan heb je dus niemand die je aanraakt of niemand die je aan kan raken. En dat lijkt me echt heel erg eenzaam. Vooral als dat dan zo lang gaat duren. Kijk, je houdt het een tijdje natuurlijk wel uit. Alleen, ja, als je het vooruitzicht hebt dat dit misschien nog wel heel lang kan duren voordat je andere mensen echt kan knuffelen. Dat vind ik gewoon best wel heftig. Zo, lekker gegeten. Niet gefilmd, want het was weer een soort van gekkenhuis. Nu gaan we even samen een rondje wandelen op de tractor. Wee, wee, wee. Goedemorgen, het is vandaag zondag en ik dacht, ik ga ook eens een keer wat filmen. Ik heb echt heel weinig gefilmd afgelopen weekend. Maar ja, nu is het zondag. Misschien kun je uitleggen hoe dat komt. Ja, ik ben gewoon chagrijnig de hele tijd, want ik heb last van mijn hormonen. En het is heel irritant voor iedereen, ook voor Ed, maar ook voor mij. Ik kan er niks aan doen, ik heb er elke maand last van en het is niet te doen gewoon. Ik irriteer me echt aan alles, alle kleine dingetjes kan ik me gewoon echt kapot irriteren. Oh, je staat hier in de spiegel. Nou, Kimberly wilde mij heel graag jullie laten zien met mijn nieuwe kapsel. Ja, nee, ja. Ik zal mezelf even scherp stellen. Niet dat je daar nou pers is, zou blijven dan word ik meteen. Maar van jou ook niet met het haar. Hij lijkt net zo'n kakatoe. Maar goed, in ieder geval. Hij kan me ook wel aan het lachen maken door in beeld te komen met het belachelijke haar van hem. Ja, verder. Ja, update. Wat is de update van vandaag? Ik irriteer me dus overal aan Ed. We hebben ontbeten. Ramos heeft geen geduld om te wachten met ontbijt. Dus die is ook gruwelijk irritant daarin. Dat is drama. Die is aan het douchen.
Zijn zusjes, die zijn aan het slapen. Papa is de was aan het opruimen. Etty is de was aan het opruimen en zat net te klagen dat hij vond dat hij een huisman was. En dat hij daar helemaal geen zin meer in had. Verder gaat alles goed. Jullie ook een fijne Verder dag. Zijn we hartstikke gelukkig. Nee, wel. Zometeen krijgen we weer een raamvisite. Voor de verjaardag van Bobby en Charlie. En vanmiddag gaan we iets leuks bakken. En we willen ook nog gaan wandelen. Ja. Dat is het eigenlijk. Verder niks, hè? Dat is toch superleuk? Ja, superleuk. Nou, heel leuk. Hoe gaat het bij jullie thuis? Hoe ziet jullie standaard zondag er op dit moment uit? En zaterdag en maandag. En dinsdag en woensdag. Oh, jongens. Oké. Lekker! Ik maak even mijn standaard chille salade, ijsbergsla, augurkje, komkommer, tomaat, paprika. Ja, is goed. Noten. Nog iets anders? Vette. Wat? Oh ja, vette kaasjes. Ja, dat. En Ramos maakt zijn eigen eten. Wat zeg je? Kajonen. Nee, hormonen. Ah, ze komen er nog wel achter. Met drie dames. Wil jij nog iets zeggen toevallig? Iets leuks? Wil jij iets zeggen? We hebben net een visite gehad, raamvisite. En we hebben echt een hele leuke cadeautje voor Bobby en Charlie de verjaardag gekregen. Ik had ze gevonden op internet. Ik was aan het zoeken naar rugtasjes voor meisjes. En toen kwam ik dus deze tegen. Zo leuk. Dus mijn tante en mijn nichtje die hebben die besteld voor ons. Voor hun dan. Echt heel leuk. En deze dus. Echt zo schattig. En ze hebben ze gekocht bij... Oh, dit is echt zo erg. Sorry jongens voor de overlast de hele tijd op deze vlog. Echt... Ik snap als jullie dit heel irritant vinden, maar ja. Gekocht dus op trixiebaby.com. Echt, dit is toch te leuk. Nou. Wat zeg je? Ik ben dus benieuwd of jullie wel eens duimpjes omlaag geven. Ik krijg altijd heel veel duimpjes omhoog en af en toe ook wel een duimpje omlaag. En op zich is dat natuurlijk helemaal oké. Maar daar ben ik gewoon benieuwd naar ofzo. Omdat ik gewoon zelf dat, als ik iets kijk en ik vind het niet leuk, dan denk ik, nou, ik vond het niet leuk ofzo. Of kijk ik niet meer, of ik kijk de volgende keer weer, want dan zal het wel weer leuk zijn. Ik vind duimpje omlaag, ik weet niet. Ik snap ook niet zo goed waarom YouTube die functie toestaat dat dat mag ofzo. Het is toch raar? Ik vind het best wel bekritiserend ofzo. Toch, vind je niet? Weet je wat het ook is? Nou. Negatief blijft altijd langer hangen dan positief. Ja, ook dat. Dan krijg je 100 duimpjes omhoog en eentje naar beneden, dan denk je toch aan die 1. Dan denk je toch, ja, waarom doen mensen een duimpje naar beneden? Ja, dat is niet leuk vonden. Maar ik ben gewoon benieuwd wat jullie daarvan vinden. Doe je dat? En zo ja, waarom? En zo nee. Doe maar niet. Nou, helemaal top. Het is 4:00 en Ramos en Nicky zijn net in de keuken, zijn we aan de slag gegaan, hebben we wat dingen gebakken. En volgende week ga ik hele lekkere en leuke kidsproof, babyproof recepten daarvan met jullie delen. Maar we moeten ze dus eerst nog even gaan maken deze week. Dus volgende week zijn geheel. Nu dus lekker mijn pyjama aangedaan, Ramos ook. Die trouwens net echt super hard van de trap af is gevallen. Echt heel zielig, heel zielig. Dat je van de trap af bent gevallen. Ja. En... Ja, het is 4:00, dus we kunnen nog even lekker een uurtje chillen voordat we straks weer gaan koken. Ed zit buiten. Hi. Zit je lekker? Dit ziet er eigenlijk best wel raar uit. Kijk maar uit dat je voeten niet in de fik vliegen. Deze mini-midi heeft ook maar meteen weer zijn pyjama gedaan. Die dacht ik maak meteen van de gelegenheid gebruik. En Ed zit hier. Lekker. Met een vuurtje in de zeker. Met een vuurtje. In de barbecue. Maar papa, als je je voet in de barbecue doet... Nee, dat doet niet. Dat doet heel veel auw. Toch best wel chill. Anders doe je nog eventjes zo. Heerlijk, je kan mij niet blijer maken. Als ik ooit iets leuks voor Nieuwe Mama ga bedenken, als een soort van items binnen Nieuwe Mama, dan worden het sowieso pyjama's. Heeft er niks mee te maken, maar daar hou ik gewoon van. De Nieuwe Mama pyjama. Nieuwe Mama pyjama. En als iemand dat goed kan ontwikkelen, dan ben ik het. Want ik ben echt een kenner daarin. Dan moet je het altijd zijn.
pyjama kennen. Echt heel en je hebt je zoon ook al gewoon beïnvloed. Die loopt ook de hele dag in zijn pyjama rond hier. Ja, klopt. Het is lekker etenstijd. En we eten vanavond. Ed heeft gekookt. En we eten lekker rijst. Met falafelballetjes. Sugar snaps. Roerbakgroentemix. Ja, dat. En de meisjes die eten aardappeltjes met broccoli. Een beetje boter erbij. En die krijgen ook falafelballetjes zo meteen. En toen was het alweer maandag. Het is ook al 12 uur. Ik ben vanochtend om 5:45 opgestaan. Omdat ik echt heel veel moest doen deze ochtend. Dus ik ben lekker vroeg gaan werken. Ik heb al een webinar gegeven. Nou, al superveel gedaan. En nu ging ik net deze vlogbeelden bekijken. En toen dacht ik, wow, het zijn er 1, heel weinig. 2, ik zie er continu uit als een of andere vette paling vol met puistjes. Jullie weten waarom. En 3, ik heb hem ook nog niet afgesloten. Dus ik dacht, dat ga ik dan nu maar even doen. Ja, dat was hem dus gewoon voor deze week. Volgende week ben ik er gewoon weer gezellig. Dankjewel voor het kijken. En doe lekker een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Dikke kus. Laat een reactie achter, gezellig. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei doei.